Welkom bij Pulse Model 2 Stuff. Vandaag een aflevering over digitaal rijden. Ik begin met een korte uitleg over de techniek achter digitaal rijden en het verschil met analoog. Ik laat zien wat een controller en een decoder is. Daarna laat ik zien hoe je zo'n decoder plaatst in een voorbereide locomotief of een locomotief zonder voorbereiding. En als laatste laat ik zien hoe je een decoder programmeert. Ik heb niet superveel ervaring met het programmeren van de locomotieven op een echt hoog niveau. Dus het zal een beetje een beginnerscursus worden. Bij een analoog bedrijf is je baan verdeeld in meerdere blokken. Per blok rijden de treinen één kant op. Als je treinen bij eenzelfde voltage even snel rijden, of ongeveer even snel rijden, dan kun je ook meerdere treinen in één blok laten rijden. In een blok staat er, afhankelijk van de rijrichting in een blok, plus op de ene kant van de rail, in dit geval even mijn rollerbank, en min op de andere kant, op de andere spoorstaaf. Als een trein moet stoppen, staat er geen stroom meer op de rail. In een digitaal bedrijf gebruiken we DCC, Digital Command Control. Je baan is dan niet langer meer verdeeld in blokken, maar het is gewoon één groot geheel. Opsplitsing bij grotere banen zie je wel, maar daar gaan we even niet vanuit bij dit verhaal. Bij DCC staat er altijd spanning op de rail. En alleen in tegenstelling tot analoog is die spanning niet direct van invloed op de trein. Bij DCC wisselt de polariteit van de beide spoorstaven continu. De polariteit wisselt ongeveer 58 microseconden, of als de polariteit ongeveer 58 milliseconden wisselt, dan is het een binaire 1 teruggegeven. Wisselt de polariteit in ongeveer 100 milliseconden, dan is het een 0. Dus dat zie je hier ook terug. Je moet dus zien. Je hebt je rails en wisselt die heel snel, is het een 1, wisselt die wat langzamer, nog steeds heel snel, is het een 0. Op deze manier kun je bits over de rails heen sturen. Groepeer je 8 van deze signalen bij elkaar, dan krijg je een byte. Een aantal bytes bij elkaar gepakt, dan krijg je een pakket. En in zo'n pakket bestaat uit een aantal vaste blokken. Onder andere de eerste zoveel bits kunnen bijvoorbeeld aangeven wat het adres is van de locomotief waar je mee praat. De volgende 8 bits kunnen het commando zijn. Zo zou je kunnen zeggen, trein 3 ga vooruit met een snelheid van 10. Het exacte protocol zit wat ingewikkelder in elkaar dan dit, maar dat geeft een beetje een idee. Alle locomotieven op de rails luisteren naar alle commando's. En alleen de locomotief met het adres 3, die weet, hey, dit bericht is voor mij, hier moet ik iets mee gaan doen. En gaat ook naar de rest van het bericht luisteren en komt dan tot de conclusie. Ik ben trein 3, ik moet met een snelheid van 10 vooruit. En wat een snelheid van 10 betekent, is weer afhankelijk van je programmering. Er zijn verschillende manieren om je digitale baan aan te sturen van verschillende fabrikanten. Het komt vaak neer op dat je een controller hebt, een booster en iets om de besturing mee te doen voor in je hand. Ik doe mijn baan, of in ieder geval dit stuk, en als ik een keer een baan rijd, met open source software, waarbij ik geen gebruik maak van spullen van Fleischmann of Roco of Märklin. Ik heb hier in de hoek, ik ga hem even voorzichtig pakken. Zo, een controller liggen. Dit is een Arduino met een motor shield erop. Hier komt binnen 18 volt. En hier komt uit een DCC signaal A en B. Ook allebei ongeveer 18 volt. Even goed kijken. De A is mijn rijdspoor. Daarmee kan ik aansluiten op mijn baan. Dan kan ik daadwerkelijk rijden. En mijn B zit op dit moment even vast aan mijn baan. Of aan mijn... Ja, zo, dit is mijn B. Dit is mijn programmeeraansluiting. Als ik dus een trein wil programmeren, gebruik ik deze connector om hier stroom op te zetten. Ben ik klaar met programmeren, wil ik kijken of die het doet, wissel ik het draadje en pak ik deze. Je kunt dit dus zien als een controller, als een base station of meerdere namen zijn ervoor. Een booster zorgt ervoor dat het signaal dat hieruit komt meer vermogen krijgt, zodat je het op een grotere baan kunt gebruiken. Al geeft deze al een redelijk vermogen,
Ja, in ieder geval, er gaat er redelijk vermogen in. Maar een booster ben ik nog van plan zelf te gaan bouwen. Die gaat er dan voor zorgen dat het zwakke signaal wat hieruit gaat komen, versterkt wordt naar de 18 volt voor de baan. En die kan ik dan op meerdere plekken neerzetten. Dan kan het signaal via een zwakke lijn naar de boosters. Die zetten het met veel vermogen op de baan en daarmee kan ik een veel grotere baan maken. Zo'n booster, als je die van een normale fabrikant hebt, het zijn allebei van die redelijk anonieme dozen. Deze wordt dus via een USB-aansluiting bestuurd door mijn laptop die hier buiten beeld staat. Die laptop heeft weer een... Ik ga deze even voorzichtig terugzetten. Die laptop heeft weer de software. Ik gebruik JMRI. Die software is open source, stuurt die Arduino aan, stuurt de baan aan. En die kan ook weer ervoor zorgen dat ik met mijn mobiele telefoon als afstandsbediening mijn treinen kan besturen. Zo werken die onderdelen allemaal samen. Ik heb hier mijn Postbank 1600 liggen. Deze heeft een 8-polige NEN 652 connector en stekker. Ik heb deze een tijd geleden ingebouwd tijdens een aflevering. En deze NEN stekker zie je hier. Normaal als je hem krijgt en hij is digitaal voorbereid, dan zit daar een plug op. Ik zal even kijken of ik hem in beeld kan krijgen. Dus deze. Hier zitten twee diodes op en die zorgen ervoor dat de trein met de juiste rijrichting ook de juiste verlichting toont. Zonder deze plug doet hij helemaal niets. Dat komt omdat alle verbindingen van deze trein altijd door deze hele plug heen gaan. Zo. Je kunt hier de socket zien. Even kijken of ik hem scherp gesteld krijg. Hop, kom. Ja, daar. Er zijn 8 gaatjes. Dat zijn deze 8 hier. En deze 8. Zo, ik zet hem even voorzichtig terug. Deze 8 hebben allemaal een betekenis natuurlijk. Zo. Op zo'n plug zitten een rode en een zwarte draad. Die zijn voor de power pickup van de wielen. Aan de andere kant zit een grijze en een oranje. Die zijn voor de aansturing van de motor. Hier zit een blauwe kabel. Dat is de algemene pluspol voor alle verlichting en eventueel extra's. Dan heb je een gele. De gele is voor het sluitsein en een witte is voor het frontsein. En hier zit nog een groene. Die is officieel niet gebruikt. Kun je wel gebruiken. Deze locomotief gebruikt hem niet. En hier los zit nog een paarse. Die paarse heeft dezelfde functie als de groene. Mocht je dus een locomotief hebben bijvoorbeeld die ook nog stoom genereert of rook uit zijn rookpijp, dan gebruik jij de groene. Heeft die nog meer functies, dan heb je nog de paarse erover. Deze plug kun je op twee manieren aansluiten. De groene en de foute. Als je hem op de foute manier aansluit, dan gebeurt er het volgende. We zitten aangesloten nu en ik zeg nu tegen de locomotief, rij vooruit. Hij rijdt nu vooruit, er gebeurt verder helemaal niets. De verlichting doet het niet. En dat komt, ze hebben het zo gebouwd dat de motor altijd werkt. De verlichting, ja, dan kom je dus met die pluspol en die gaat een aantal diodes door. En die diodes doen niets of hij maakt er een compleet zootje van. Dat zie je bij sommigen ook, gaan alle lampen aan. Pas als je hem goed aansluit. Goed proberen. Ja, zie je. Hij rijdt en er brandt ook een lamp. Wat dat betreft vrij veilig. Doe je het niet goed, maakt niet zo heel veel uit. Het ergste wat je krijgt is dat je geen verlichting hebt. Haal je hem er even uit, draai hem om. Werkt alles weer. Zo makkelijk is het aansluiten van een 8-plug. Er zijn ook locomotieven met meer aansluitingen, complexere aansluitingen. Ik heb die helaas niet. Dit zijn de vrij simpele, de wat goedkopere. En vandaar ook dat je deze het meeste ziet.
Voor de zelfinbouw heb je twee opties. De ene is dat je een wiring bracket, zoals dat in het Engels heet, gebruikt. Die weer een NAND socket heeft. Of je soldeert het rechtstreeks erop. Ik had graag de variant laten zien waar ik rechtstreeks de bekabeling erop de locomotief had gesoldeerd. Maar ik kan ze zo gauw niet vinden. Ze liggen iets te ver weg. Dus ik gebruik even deze als voorbeeld. Wat ik hier gedaan heb is dus zo'n bracket genomen. Zo'n socket met alle bekabeling. En die door de trein heen getrokken. Dus je ziet hier wel dezelfde kleurcodering. Ik heb hier een rode. Die gaat naar de stroompickup aan de voorkant. Ik heb hier een zwarte. Dat is de stroompickup aan de achterkant. Dit is dus voor de rechter en linkerwiel. Voor de motor heb ik grijs en oranje. En voor de verlichting loopt hier een blauwe, een witte en een gele draad. Die alle drie gaan naar de leds die hiervoor zitten. Zodat ik aan de voorkant front- en sluitverlichting heb. Om dit erin te bouwen is dus niet heel moeilijk. Als jij een decoder, je kunt dus decoders krijgen ook zonder NAND-plug. En als je terugkijkt naar mijn NS-Sprinter, daar zie je ook dat ik twee decoders in heb gebouwd in de Sprinter door ze rechtstreeks op de printplaten te zetten en op één plek de printplaat door te snijden. Dat is om ervoor te zorgen dat alle stroom, dat die niet kortsluiting maakt tussen verschillende elementen. Het is een kwestie van de hele printplaat natrekken en uiteindelijk zie je vaak één plek, misschien twee plekken waarin je moet zeggen tot hier en niet verder. Gewoon een snee in de printplaat en dan kun je de code er op de verschillende plekken opsolderen. En wat je in feite doet is hetzelfde als wat je zag in de reeds digitaal voorbereide versie. Je zorgt ervoor dat elk van de onderdelen geïsoleerd raakt, dat niets meer direct op de rails reageert en dat er een decoder tussen kan. Of eventueel, in dit geval zou ik er nog een plug op kunnen zetten, dan rijdt die ook weer analoog. Dus het is qua werking erg vergelijkbaar en qua resultaat doen ze hetzelfde. Alleen dit zijn wel meer losse kabels, dus je moet er, het kan rommeliger worden. Je moet er wat voorzichtig mee zijn als je hem dicht doet. Op dit moment staat hier een locomotief en ik heb het spoor geconfigureerd dat het programmeerspoor is. Het programmeerspoor zit dus vast aan mijn basisstation en hier op mijn scherm gebruik ik Decoder Pro van JMRI en dat is een open source software voor het programmeren en aansturen van locomotieven. Ik heb de decoder hier enigszins geconfigureerd. Als ik nu op Identify druk, worden er commando's gestuurd naar het programmeerspoor. Die vragen welk type decoder ben je en welk adres zit je op. Nou, hij vindt hem nu op adres nummer 3. Als ik nu op Program druk, wat eventjes kan duren, gaat hij de configuratie zoals hij op mijn schijf staat uitlezen. En die gaat hij gebruiken om te bepalen. Kijk. om te laten zien wat hij denkt dat er in de decoder staat. Je hebt verschillende adresmodes, short en long. Als je meer dan 255 treinen hebt, dan ga je de long gebruiken. Ik gebruik nu nog de short. En standaard staat elke decoder ingesteld op adres nummer 3. Deze gaat op adres nummer 29. Waarom? Dat is voor mij de eerstvolgende die vrij is. Nu kan ik zeggen write changes on sheet. En nu is die geschreven naar de decoder. Bij elk commando voor schrijven reageert de locomotief met een klein beetje optrekken. Daardoor weet de decoder door het verschil in vermogen wat geleverd moet worden dat de trein
gereageerd heeft. Als je nu een functiedecoder gebruikt, dan heb je dat mechanisme niet. En dan zal je ook zien, de programmatuur zal zeggen, ik weet niet of het geschreven is. En dan moet je dan maar vanuit gaan dat het goed gekomen is. Ik wilde ook wel een functiedecoder laten zien. Die heb ik zitten in een NS-treinstel met sluitverlichting, maar die ligt zo ver onderop. Ik heb echt meer ruimte nodig wat dat betreft. Nou, ik heb hier een motorscherm. Ik kan zeggen dat ik eventjes, ik wil hem even in sync brengen. Ik lees even de gegevens uit zoals ze nu in de decoder staan. Alle gele blokken worden langzaam wit en dat betekent dat ze ingelezen zijn. Voor elke decoder heb je andere instellingen. Dit is een ESU decoder en deze heeft dus de KDI parameters, BMF frequenties. Hier ga je dingen mee doen op het moment dat je wil regelen het optrekken en een bepaalde ruis eruit wil halen die je kunt hebben met bepaalde frequenties of een manier van aansturen. Roco's hebben daar over het algemeen geen last van, maar als je zelf een locomotief gaat digitaliseren, dan kun je hier wel problemen mee hebben. Basic Speed Control. Deze bepaalt het startvoltage, waar het middenpunt zit, en zijn maximum voltage. En de Speed Table op de andere pagina bepaalt hoe je vanaf stand 1 tot stand 255 kunt gaan naar voor hoe dat die curve gaat. Een motor levert bij 1 volt een bepaalde aantal toeren. Wat die bij 2 volt is dat misschien nog het dubbele, maar hoe dichter je bij het maximum voltage van de motor komt, hoe minder het verdubbelt. Er komt meer vermogen. Dat wel, maar het is niet per se dat die sneller gaat. Het kan ook zijn dat met een laag voltage en met een heleboel gewicht erachter, dat het niet eens genoeg is om te gaan rijden. Nou, wat deze speed curve doet, die regelt de stap waar je hem op zet, bijvoorbeeld stap 9. Hoeveel volt er dan op moet komen. En ook enigszins daarin zit, hij meet terug hoe snel de motor draait. En als die motor niet snel genoeg draait, zet hij er wat meer stroom op. Dus je moet het meer zien als stap 9, hoe snel moet de motor draaien. Nou, je kunt zeggen, doe een rechte curve. Dan krijg je een mooie lijn over het geheel heen. Je kunt zeggen, doe een constant ratio curve. Dan krijg je een mooi golfje. Er zijn nog andere curven die je kunt toepassen. Je kunt hem nog een beetje verschuiven. Dit is een beetje experimenteren. Ik ben hier zelf ook nog niet helemaal uit wat nou precies werkt. Het is een beetje kijken per locomotief hoe snel die optrekt en of dat je het goed vindt. Officieel is het zo dat je hem kunt programmeren of kunt laten rijden. En dat hij op een bepaalde stand een afstand van een aantal meter in een bepaalde tijd moet kunnen rijden of moet doen. En dat bepaalt deze instelling. Dat is als je het erg precies doet. Ik moet zeggen, ik heb die gegevens niet zo uit mijn hoofd. Ik lees hem even opnieuw uit. Hier staat een hele rare curve in. Dus die ga ik even, als hij klaar is om het uitlezen, eventjes mooi herstellen naar iets wat beters. Als je dus dat meettraject doet, dan zeg je op snelheid zo 10 moet hij meter afleggen in zoveel seconden. Op snelheid 50 moet hij dat zo snel doen en op de maximale snelheid moet hij dat binnen een andere, in minste tijd doen. Nou, die tijden die leg je vast, die zijn redelijk makkelijk om te rekenen. Je pakt de maximum snelheid van een locomotief, je weet dat je op 1/87ste zit, dus dat de maximum snelheid van de locomotief in feite 1/87ste is van de maximum snelheid in het echt. In het echt kan deze 140, als hij op absoluut maximum rijdt. Dus gaan we terugrekenen van 140 gedeeld door 78, sorry 87, kom je uit op een aantal kilometer per uur. Dat reken je dan meter per seconde en
voilà, je kunt hem zo helemaal mooi kalibreren. Dat is best een werk waar ik nog niet aan toegekomen ben, waar ik nog niet in thuis ben, want ik heb niet zo'n mooie baan. Zo reken je in ieder geval, stel je in ieder geval de snelheid in, de loopsnelheid, dat je er een beetje controle over hebt. Het volgende redelijk relevante is, wat moet de verlichting doen? Afhankelijk van de soort decoder kunnen dit hele complexe schema's zijn, waarbij je zegt, als die gestopt is en hij beweegt voorwaarts en een bepaalde functie staat aan, dan moet er een bepaalde actie volgen. En dit kunnen, je kunt dus instellen dat als je op de F1 toets drukt en hij rijdt voorwaarts, dat hij een dynamische rem moet gaan doen en de lichten moet uitzetten en langzaam aan voort moet bewegen. Ook als er een sound decoder in zit, kun je hier dus nog geluid op instellen bij bepaalde acties. Standaard staat hij staat hij gewoon ingesteld op. Als ik vooruit rijd en mijn lampen staan aan, dan zorgt ervoor dat de goede lampen branden. Als ik achteruit rijd, dat hij dan omwisselt. En dat is het zo ongeveer. Je kunt dus ook wel instellen dat als je vooruit rijdt, als je losse voor- en achterverlichting hebt, dat hij alleen voor brandt, maar dat hij achteruit blijft omdat hij gekoppeld rijdt. Deze locomotief heeft een vrij eenvoudige, heeft twee lampen, zoals ik al net heb laten zien toen hij open was. En als de voorste lamp brandt, brandt de voorste verlichting en de achterste rode. Het is dus niet mogelijk bij deze om de achterste rode uit te zetten. En meer van deze kabels, zoals bijvoorbeeld de groene, als we de groene gaan gebruiken of de paarse gaan gebruiken, zou je dat allemaal los kunnen maken en zou je dus kunnen zeggen, ik wil veel preciezer aansturen welke lampen wanneer draaien. En wanneer branden. Je kunt instellen, even kijken, dat hij, als deze op een analoge baan rijdt, het ook gewoon doet. Dan zegt de decoder, oh prima, ik zie dat het hier geen signaal op zit. Ik zie dat mijn rechterwiel stroom krijgt, dat de plus is en mijn linkerwiel de min. Dus ik ga vooruit en ik stel de lampen in en klaar. En dat kun je, hier kun je eigenlijk instellen wat hij moet gaan doen. Hoeveel volt er maximaal op moet staan en hij kan van alles omrekenen. Daarmee rij je met je digitale decoder op een analoge baan. Niet elke decoder kan dat, past daarmee op, maar de meeste moderne zie ik toch wel dat het erin zit. Al deze instellingen, dus ook, pardon, al deze instellingen hebben cv's. En de lijst van cv's bij deze ESU decoder is erg lang. En elke cv is een byte die apart opgeslagen kan worden. Nou, hier zie je de eerste cv is zijn adres. De tweede cv is volgens mij begin snelheid. Cv5 is zijn maximum snelheid. En 255 is het maximum. Als je nu heel specifieke dingen moet doen, sommige decoders hebben dat. De lees DCC's die ik wel eens gebruik, hebben de neiging om net voordat hij stopt even een sprongetje te doen. Moet je hier even een specifieke cv reset, ik meen 67 of 68, moet je op 0 zetten. En dan doet hij dat niet meer. Dat zit dus niet in dit hele pakket. Nog eentje die ik wilde laten zien is de function outputs. Deze zegt nou een headlight. Een dimmable headlight. Het licht kan dus geregeld worden. Het is, hij moet meteen aan, hij moet meteen uit. De helderheid is maximaal. Ik kan hem nog op LED mode zetten, hoewel ik niet helemaal weet wat dat doet. Hier zit er toevallig gloeilamp in, dus ik ga er niet aan beginnen. Headlight mode 2 is hetzelfde. De headlight rear light mode, dat is eigenlijk in dit geval een andere lamp. Kun je van alles instellen. En dit mapt dus naar de verschillende kabeltjes die hierin zitten. Aux mode gebruiken we nu niet. Nou, dit lijstje gaat een heel eind door tot aan mode nummer 10. En in feite zou ik kunnen zeggen, als mode nummer 10, wordt geactiveerd als functie op mijn afstandsbediening 5 aanstaat en hij heel langzaam over een overgang rijdt, dan zet mode nummer 10 aan. En met mode nummer 10 ga ik doen alsof die een knipperend licht heeft. En dat knipperend licht zit aangesloten op kabel. Nou, dat kan natuurlijk niet hier. Dat kan ik weer in een ander scherm doen. Deze zouden allemaal weer gedisabled kunnen worden, want ik gebruik die kabels niet.
En ik moet hier natuurlijk wel zeggen dat je hier weer terug moet naar default. Uiteindelijk, als ik hier in deze pagina zit, raak ik zelf ook nog wel eens in de war. Het zijn heel veel instellingen. Nou, dit is dus allemaal open source software. Dat betekent mensen die schrijven dit, publiceren dit en je kunt het gratis gebruiken. Je hebt ook professionelere varianten hiervan. Die je bijvoorbeeld van Merkelin kunt krijgen of van andere grote Fleischmann zal ze ongetwijfeld ook hebben. En je hebt nog wat specifiekere aansturingspakketten. Koploper is er geloof ik een van. Die zitten, die kunnen in principe hetzelfde als deze. De reden dat ik open source software gebruik is, ik ben zelf in staat hier dingen aan toe te voegen en aan te passen. En ik ben zelf ook programmeur van beroep, dus voor mij zijn dit dingen die te doen zijn. Ik zou voor ieder ander die met treinen bezig gaat, die niet dit niveau van kennis heeft, gaan voor wat toegankelijkere software dan deze. Nou, het is een beetje een korte uitleg. Ik ben hier zelf te weinig nog echt mee bezig om ze helemaal goed in te stellen. Dus ik denk dat ik zelf ook een aantal kanalen op moet gaan zoeken om goed erachter te komen hoe dit ook weer allemaal precies zat. Ik heb nu in ieder geval het adres ingesteld van deze. Ik heb ingesteld dat hij verlichting heeft. En ik heb zijn manier van optrekken even opnieuw ingesteld. En daarmee zou deze de baan op kunnen en rijdt hij. En wat ik al zei, het heel precies afstellen. Heel precies meten van de snelheid. Dat is iets, daar moet ik zelf ook nog flink mee oefenen. Tot zover mijn poging om digitaal rijden uit te leggen. Ik hoop dat je het interessant vond. Like of geef commentaar. Subscribe als je hier meer van wil zien of andere dingetjes. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.